Ja, wat betekent victim blaming? Victim blaming betekent het slachtoffer de schuld geven. Ik kan het niet ingewikkelder maken dan het is. Natuurlijk geef je het slachtoffer niet de schuld, maar als je echt gaat afpellen wat je doet en waarom je soms dingen doet, dan pakt het beeld misschien toch net wat anders uit. Wat je eigenlijk verwacht dat je mee zou krijgen vanuit school, is hoe je het leven eigenlijk gewoon door moet komen. Als je niet betaalt, dan ga ik deze beelden ook op dumpert.nl publiceren. Maar zorg gewoon dat je zelf weet van het is niet mijn schuld. Je hebt nooit gevraagd dat iemand je zou mishandelen. Je hebt nooit gevraagd dat iemand jouw intieme foto's uitlekt. Dus het is niet jouw schuld. En het idee van het is mijn eigen schuld leeft vaak ook onder slachtoffers. Wordt vaak ook aangepraat door de gewelddadige partner dat het hun eigen schuld is. Waarom heb je dit gedaan? Waarom ben je in die auto's gestapt? Hoe heb je dit kunnen doen? Terwijl ik natuurlijk ook had kunnen zeggen, die vent had met zijn poten van je af moeten blijven. Niks doen of meewerken. Totaal normaal slachtoffergedrag.